Fijne soldaten, het is je boy Malayupu. Je weet toch, ik wil jullie allemaal alvast een heel gelukkig 2017 wensen. 2016 was voor mij een heel dope jaar en daarom gaan we dat even terugkijken. We gaan eventjes checken hoe ik ben begonnen, hoe het hele jaar is verlopen. Alle hoogte- en dieptepunten. Je weet toch, alles wat leuk was, gaan we even doornemen. Dus check gewoon mee, laters. Want het is Malle, Malle, en ik hou me kunnen warren, warren, sport. Het begon voor mij allemaal toen ik stage ging lopen bij Spek. Ik werd daar aangenomen als productieassistentje. Ik was daar fucking slecht in. Plannen en organiseren mensen, het is niet mijn ding. Ik verneukte alles. Daarom zat ik vaak niks te doen. En op een gegeven moment zat Monika ook vaak op kantoor. En die zei, die zat ik niks te doen. En die zei, kom, we gaan wat challenges doen. De eerste video echt van mij die er is uitgekomen, dat was met Nega in de Belmer. Je weet toch, we gingen een man achtervolgen. Ik liet hem dampen. Hij was pussy, scary movie, dingen, alles. Je weet toch, horror. Oké, die blanke gast, die blanke gast, die blanke gast. Hey G, hey grap, luister even. Hey G, ik praat tegen je grap. Sorry. Ik wil je gewoon een money laten maken. Ik wil gewoon een money met je maken, grap. Nee. Luister, luister. Waar ga je naartoe, G? Waar ga je naartoe, G? Je loopt zomaar rondjes. Hey, zeg luister. Luister. Zeg, wat ga je scooter bellen? Wat ga je scooter bellen, grap? Ik heb gewoon een kleine money voor je, G. Wacht voor de deur, wacht voor de deur, wacht voor de deur, wacht voor de deur. Daarna ben ik nog een keertje Nega versus Joepoe gaan doen. Ging me allemaal challenges doen op straat. Ben ik van die Amsterdam naar die I gesprongen. Je weet toch, van die I Amsterdam op Museumplein was ook wel een moment. Was voor mij wel echt een tof moment, je weet toch. Want ik dacht eigenlijk dat ik het niet zou halen. Maar ik jumpte gewoon, je weet toch, free running in die bitch. Je weet toch, was gewoon lachen. Hoe ga je dat nou doen, Joepoe? Ja! Dat is ook niet I. Ja, nee! Ja. Nee, flikker. Wat de fuck denk jij nou, ik gek ben? Daarna ben ik, nadat ik veel pranks heb gemaakt met Nega, ging ik door met interviewtjes. Toen heb ik een interview met Nega gedaan. Daar is het beruchte Cassavo moment. Het ging zelfs viral op fucking internet, op fucking Facebook. Je weet toch, een of andere Hindoestaanse pagina die had het gedeeld. Ging fucking viral. Was kapot leuk, je weet toch. Dus dat moment was ook gewoon hard. Tegenwoordig weet ik wel wat Cassavo is. En zo naar mijn tello bakkeljauw. Gaan we het hier over hebben. Wat zit je liever, 2 jaar in de bak of 1 jaar op een onbewoond eiland? Oh, dat vind ik een hele goeie. Plus je hebt een eten. Op een onbewoond eiland kan het zo zijn dat je even geen eten hebt ofzo. Of die cassave moet je chappen, dat is toch wat vies. Hoor. Hoe kom je bij cassave, Joep? Ik weet niet, man. Ik... Weet je wat cassave is? Nee. Ik zag het bij Expeditie Robinson, toch? Toen moesten ze dat eten, dus toen dacht ik, ja, je weet wel. Toen hoorde ik van iedereen dat het vies was, dus ja. Joep, weet je hoe cassave eruit ziet? Nee. Wat is het dan? Leg het uit. Wat dit is denk ik groente, toch? Wat is het, fruit? Ik had buiten die Negas Libby dus de eerste in de Belmar, dachten we, dit is zo'n leuk concept, we gaan er nog een paar opnemen. Dus toen had ik in Amsterdam, hadden we er een paar opgenomen. De leukste vond ik eigenlijk persoonlijk wel, die ene gozer die eerst tof tegen me wou doen, macho wou doen. En op een gegeven moment kwamen we heel raar in de gesprekken en ik zei, begin voor me te rappen dan. En hij begon voor me te rappen, gozer, je kan niet spitten, maar was wel hard. Jij komt in Nederland en je maakt lawaai, voor je wat? Je komt in Nederland en je maakt lawaai, voor wat? Heb je er last van? Ik kom niet met mijn lullen over mijn chocolate die te veel lawaai maakt. Oh shit. Nog eentje. Niet te veel lawaai. Die te veel lawaai maakt. Als ik door de straat rijd, Koningsplein, mm-hmm. aan mijn zij. En jongen met een blauw petje, maken we nu weer blij. Wie ook echt tof was, was die ene vrouw. Die helemaal lijf werd over de bontjas, terwijl het van schapenwol was. Ze ging helemaal door het lint, je weet toch, ik weet niet wat. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn vrouw al 3 jaar droog staat, want anders kan je niet zo gefrustreerd zijn. Of ze was vrij ongesteld. Is dat echt bont? Dat doe je toch niet? Vind je niet zielig? Dat is zielig toch? Dat is een fucking schaap, vriend. Is het een schaap? Ja, dat klopt. Ja. Dat kom zie ik toch niet? Naar me toe? Vind je het niet zielig? Het is
toch zielig voor die schaapjes? Draag je ook UX? Is toch zielig voor die schaap? Draag je ook UX? Fictief is lekker op, joh. Hoezo? Wat hoezo? Ik zeg dat het een fucking schaap is. Hoezo? Ik ben geen antwoord aan jou. Ja, maar je maakt onschuldige dieren dood. Ja, maar je maakt onschuldige dieren dood. Ja, loop maar weg, Shirley. Ja, loop maar weg, Shirley. Ook op Negas Libby heb gedaan is mijn eerste sambal bai. Kapot leuke, wat was dat? Je weet toch? Dat was eigenlijk een takeover. Dat was zeg maar de eerste en daarna zouden ze op mijn kanaal komen. Dit is ook gebeurd. Ook echt een fucking leuk moment, vooral omdat dat de eerste was voor mij. Je weet toch, was ik daar ook super blij mee, je weet toch, met die Negas Libby. Wat ik eigenlijk wel heel tof vond aan die eerste sambal bai was, het gerucht ging al heel lang dat Keizer en Nega niet meer cool waren op kantoor, je weet toch. En ik had vaak aan mensen gevraagd, hoe zit dat nou? Niemand wou er antwoord op geven. Toen dacht ik, ah, hij komt in mijn sambal bai. Ga ik hem direct daarover vragen? Ik bedoel, of hij begint gewoon die peper te chappen, dan heb ik pech gehad. Of ik krijg nu gewoon eindelijk het antwoord. Wat is er gebeurd tussen jou en Keizer? Wow! De reden waarom ik die hap ga nemen, als je met iemand omgaat, ja, en je maakt zoveel mee als hij en ik hebben meegemaakt. Soms moeten dingen gewoon in de family blijven. Ja. En als ik geen antwoord geef, dan moet ik dit happen. Ja. Ja, vieze white boy. Ja, falen. Uiteindelijk, Nega die kon, was er een Red Bull Culture Clash, een event. Nega die kon daar niet aan meedoen, omdat hij ziek was. Dus moest ik voor hem in de plaats gaan, omdat ik zijn sidekick toen de tijd was. Dus wat gingen we doen? Je weet toch, wij rijden daar naartoe. Ik wist niet waar het was. Opeens, ik zit met het opperhoofd in de auto. Hij zegt, kijk, daar is het. Ik zie Ahoy en ik begin hem al te stressen. Ik denk, oh nee, shit man, dit gaat fucked up. Je weet toch, ik begon hem al te stressen, zoveel mensen. Toen hoorde ik van, ja, er komt maar 50.000 man of zo. Ik begon hem nog meer te stressen. Uiteindelijk, je weet toch, een paar drankjes erin gegooid, even voor de stress. Gaan met die banaan, je weet toch, knallen gewoon. En toen begon ik gewoon iedereen te interviewen daar, je weet toch. Kapot veel toffe artiesten geïnterviewd. Wie hebben we allemaal geïnterviewd? Mokromaniac, Lil Kleine. What up, Murder Turk? Aka Malle Joepoe. Met jou? Rustig man. Voor welk team ben je? Voor welk team? Ik ben voor mijn team, Team Appelsap for Life. Wordt toch eens de koning! Go! Go! Dat doen we niet meer! Fuck en gozer! Alles cool? Rustig man, jij bent hopelijk wel voor Appelsap toch? Hij is die snitch. Ik ben helemaal geen snitch, hij is EDM. Je weet wat we doen. What up gozer, alles rustig? Als ik jou zie, gaat het een stukje beter. Defano, hoor, ben hier. Ik ben met Malle Joepoe. Die man is mal, maar je gaat wel lekker. Dus shout-out naar jou sowieso. Toen was ik klaar bij Negas Libby. En toen kwamen er een heleboel andere toffe dingen op mijn pad. Als eerste met Poena, gouden platen uitreiken. Fucking tof. Poena, sowieso SO naar jullie. Dat jullie me die kans hebben gegeven, echt doof. Check gewoon even mee, je weet toch. Dit jaar was een goed jaar voor jullie geweest. En dat mag natuurlijk ook beloond worden, dus daarom hebben we een kleinigheidje voor jullie meegenomen. Oh, me? Een extra grote. I never seen this before, yeah. It's another one. Biggie, biggie. Had je het verwacht? Had je het verwacht? Ik had het niet verwacht, ik was gewoon aan het slapen, man. En nou, hier ben ik dan, ik ben wakker. Biggie ook, man. Oh, shit. Vijf keer platina, dan. De levels zijn gereset. Oh, wacht even. Investeer drie keer, platina. Drie keer platina. Vijf keer. Ik ga er niet omheen, ook. Oh, chillen, man. Oké. Oké. 3-4 ook. Zeg die niggas. Nou, het is echt van harte gegund, man. Dankjewel, man, Joep. Kom, ook al ben je niet gedoucht, kom knuffel. Ik geef even een man. Ik ging met ParaTV samenwerken. Eerst ging ik samen met de grappie van me, Cinco Beats. Die beatmaker, toffe beatmaker, check die man, shit trouwens. Gingen we eerst rappers beoordelen. Gingen we alle twee kaartjes trekken van wie is nou de tofste rapper, wie niet. Je weet wel, ik denk wel dat ik wat rappers in die rapgame heb beledigd. Je weet wel, sorry heren. Het was niet mijn bedoeling om jullie, je weet toch, te beledigen. Want je weet toch, als jullie echt zo nep waren, waren jullie niet eens in het programma gekomen, je weet toch. Maar dat was gewoon mijn mening. Was heel dope. Toen daarna dachten we van, laten we niet alleen bekende rappers, maar ook onbekende rappers gaan beoordelen. Toen is Rambo Alkmaar gekomen. Gingen we ook een heleboel rappers gewoon beoordelen. Was fucking leuk ook. Vena Soldaten, het is je boy Malle Joepoe. Cinco Beats, you know. Vandaag zijn we met een gastjurylid genaamd. Rambo Alkmaar Amati, hè. Het is een nieuw concept van de Scene Draait Door. Vandaag gaan we tracks beoordelen. 10 tracks gaan we deze aflevering doen. Daarvan gaan er 2 door. Ze kunnen een parasessie winnen en ik zeg gewoon, we gaan gelijk beginnen, mensen. En we gaan ze beoordelen door middel van sterren. 1 ster is dat het wat minder gaat met de... Nee, dat het gewoon nep is. Dat is. En niet eromheen. 5 sterren is. En toen was het eigenlijk tijd geworden om mijn eigen kanaal te starten. Dat begon eigenlijk met de hele Savage Albert Heijn filmpje.
wat daar allemaal is fout gegaan. Alles wat aan een prank kon fout gaan, is daaraan fout gegaan. Gemat in die Albert Heijn, opgepakt, de boeien ingeslagen. Je weet toch, ik ging nog tof doen tegen agenten van, hey, pak mijn horloge niet af, dat is meer dan je huur waard. Je weet toch, uiteindelijk ging ja, weet toch, ik heb die agenten gewoon fucked up beledigd. Daar zat ik daar in mijn celletje, weet je, was even fucked up. Maar ik heb het voor jullie gedaan. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat de aflevering gewoon fucked up was. Maar uiteindelijk, je weet toch, werd de aflevering toch gewoon eigenlijk een van mijn best bekeken afleveringen ooit. Nee, maar grappies, dan ga ik er wel weer vandoor. Ik kill! Laat me niet aanpredden! Laat me niet aanpredden! Laat me niet aan! Laat me niet aan, Prada! Prada, laat me niet aan! Laat me niet aan! Laat me niet aan, man! Beelding leveren. Dat is geen beelding. Beelding leveren. Beelding leveren. Ja, op met de MacBook toch, voordat ze willen dat ze het verwijdert. Oké, okay, je hebt je telefoon. Ja. Ja, wat gaan we doen met Joe? Wat is er? Hij wordt vastgehouden, kill. Ze bellen politie. Hij moet rennen, kill. Ja, maar kill, klanten helpen, alles, man. Oké, okay, we gaan hem helpen, maar ik wil die beelden veiligstellen. Ja, maar ik kreeg kapot veel reacties ook van je weet wel, je bent harder als al die fake prankers. Dus dat was ook reden genoeg voor mij om, weet je wat, laat me de kijkers helpen. Laten we die fucking fake prankers aanpakken. Wat heb ik gedaan? Ik heb direct, je weet toch, Armo en Snapking aangepakt. Die Fatou mannen, we hebben ze gesqueezed, je weet toch. Ging ook viral, was ook lachen. Fuck, heren. Yo, man, Malle. Dat is awesome, man, bro. Wow. Yo, man, we hadden wat een verrassing voor jullie, heren. Echt? Maar helaas, man. Ja, het probleem is bij mij is alleen thuis. Dus ze had gebeld, snap je ook wat mm-hmm. Maar maakt niet uit wat het is, hoor. Ja? Yeah? Niet dat ik straks wat bekogeld met iets of zo. Nee, komt goed, heren. Komt echt goed. Op dat moment roep ik, hey, Snap King. Dus hij draait zich om in Armo en ik pak die gun. Hey Snap King! Armo! Hey, mijn jas! Ze roepen nog niet schieten, niet schieten, vriend. Toen hebben we Armo en Snapking gepopt. Toen heb ik gezegd, de 25.000 abonnees schiet ik de volgende. Die had ik sneller bereikt dan ik dacht. Toen hebben we Dutch Tuber ook gepopt. Je weet al, zijn moer is ook gewoon gerambled. Je weet, hebben we ook gewoon een eng aangepakt. We hebben die mannen laten rennen. Op een gegeven moment was er ook een aflevering van mij. Daar ging ik dealen op straat, je weet toch. Want we hebben die hosselig mentaliteit. Ik stond op de Zeedijk. Ik had natuurlijk al een keertje Negas Libi gehosseld. Maar dat hebben we maar heel kort opgenomen. Dat is een klein onderdeel. Ik denk dat gaan we groter uitpakken. Dus we gingen dat op de Zeedijk gingen we gewoon hosselen. Op een gegeven moment, ik dacht gewoon poedersuiker in een zakje. Ik denk, gaat dit lukken of niet? Op een gegeven moment is het me gewoon gelukkig om een junkie, je weet wel, gewoon aan zijn bori te helpen. Of aan zijn speed, of wat het ook, hoe ik het overkocht, je weet toch? Dus kijken we het moment mee, je weet toch? Dan zie je dat ik die echte hostler ben. Ik kan zelfs poedersuiker als coca verkopen, mine. Sorry, man. No, it's good stuff. How much? 10 euros. Thank you. Ah, je tientje verdient lekker dan. Je weet toch, kan ik ook weer een koes halen. Maar toen uiteindelijk dacht ik, nee, man, dit is fire, man. Een crackie heeft toch zo weinig ot. Weet je, ik gun hem die Donnie nog wel, weet je. Dat hij ook zijn prikken kan halen. Sorry, man. It was a prank. Here's your 10 euros. Here, I have it. You can have it. Ik zie heel veel comments voorbij komen trouwens mensen, dat ik praat als een mokro of als een Surinamer of als een anti. Ja, je gedraagt je als een Nederlander. Mensen luisteren, ik praat zo altijd, weet je. Ik ben altijd opgegroeid met mokro's en met Surinamers en Antillianen. Daardoor heb ik door de jaren heen dit vanzelf, je weet toch, leren praten. En ik voel me er thuis bij, je weet toch, dit is gewoon hoe ik praat. Iedereen die mij persoonlijk kent weet van, joh, praat altijd al zo. Dus het is geen act die ik opzet, het is geen masker die ik opzet, ik ben real, je weet toch. En in dat ben ik ook real. En ik probeer ook niet, je weet toch, zogenaamd een neppe neger te zijn of een neppe Marokkaan te zijn, want dat ben ik niet. Je weet toch, ik ben gewoon international. Je weet toch, je kan me connecten. Elke taal, we spreken het. Je weet toch. Nou mensen, ik hoop dat jullie het tof vonden. Je weet toch, hopelijk hebben jullie al mijn shit gezien. Helaas staat niet alles meer online. We gaan nog ons best doen om het wel online te krijgen.
Maar in ieder geval, jullie hebben kleine stukjes hier kunnen zien. Blijf me ook gewoon allemaal volgen. Je weet toch, iedereen die me vanaf het begin heeft gevolgd, echt love voor jullie, je weet toch. Jullie zijn mijn soldaten, ik heb echt love voor jullie. En thanks voor alle support. De 30.000 abonnees hebben we gewoon aangetikt. Ik ben fucking blij, je weet toch. Alle artiesten die me hebben geholpen wil ik bedanken. Iedereen die is gekomen voor een Samba Bay. Ik wil Nega bedanken dat ik zijn sidekick mocht zijn. Ik wil Poena bedanken dat ik samen met hun gouden platen mocht uitdelen. Ik wil Para TV bedanken, je weet toch, dat ik met hun leuke dingen heb kunnen opnemen. Ik wil iedereen achter de schermen bedanken, Micha het opperhoofd en ik kan niet alle namen noemen, maar iedereen die me heeft gesteund in alles. Je weet toch, echt dope, love voor jullie. En je weet toch, er komt nog heel veel dope shit aan in 2017. We moeten groter worden, G. We worden langer als Lange Frans. Hou op, en ik ben een kleine jongen. Gang shit. Escu! Want het is malle, malle, en ik hou me kunnen warren, warren, sport.